Mobieltjes, kleding, cosmetica, muziek, medicijnen. Ze maken ons leven makkelijker, beter en leuker. Maar om deze dingen te kunnen maken zijn grondstoffen nodig. Chemische grondstoffen. En deze zijn vaak zeer brandbaar en giftig. En ze moeten worden vervoerd. Door open gebieden, maar ook dwars door drukbevolkte steden. Zou hier een ongeluk gebeuren, dan kan dit tot zeer veel slachtoffers leiden. Zeker in ons dichtbevolkte land. Gelukkig is de kans op dit soort incidenten in Nederland zeer klein. Dankzij goed beleid en duidelijke regelgeving. Natuurlijk, er blijft altijd een risico bestaan dat er iets fout gaat. Waar het om gaat, is dat dit risico aanvaardbaar blijft. Nu en in de verre toekomst. Kijken we naar die toekomst, dan zien we het volgende beeld. Het vervoer van gevaarlijke stoffen neemt fors toe. En in de drukbevolkte gebieden wordt het alleen maar drukker, omdat steeds meer mensen naar de grote steden trekken. Bovendien bestaat er het risico dat door ruimtegebrek steeds meer woonwijken en kantoren worden gebouwd langs trajecten waarover veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De spanning tussen het vervoer, de ruimtelijke ordening en de veiligheid neemt dus toe. Om deze spanning te verminderen en een goede balans te vinden tussen vervoer, ruimte en veiligheid is er het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Wat doet basisnet precies? Basisnet stelt risicoplafonds voor de trajecten waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Dus over het spoor, de weg en het water. Deze risicoplafonds zijn wettelijk vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de bouwvoorschriften in de veiligheidszones langs deze trajecten. Gemeenten moeten deze wettelijke bouwvoorschriften opnemen in hun ruimtelijk bestemmingsplan. Zodat projectontwikkelaars en bewoners precies weten waar ze aan toe zijn. Zo maakt Basisnet het vooraf voor alle partijen heel duidelijk wat er wel en wat er niet kan. En stelt daarmee kaders waarbinnen goede afwegingen kunnen worden gemaakt. Onder Basisnet vallen Basisnet weg, Basisnet water en Basisnet spoor. Basisnet zorgt voor een zorgvuldige balans tussen vervoer, ruimte en veiligheid. En dat is van groot belang in een dichtbevolkt land als Nederland, waar zeer veel transport plaatsvindt. De spanning tussen vervoer, ruimte en veiligheid is op het spoor veruit het grootst. Basisnet spoor heeft tot doel de meest optimale veiligheid te bieden aan vervoerders en reizigers op het spoor. En aan de mensen die dicht bij het spoor wonen, werken en recreëren. Veel spoortrajecten in Nederland lopen dwars door drukbevolkte gebieden. Ondanks dat vinden er, dankzij het huidige beleid, tot nu toe weinig incidenten plaats. Dankzij Basisnet spoor kunnen we deze kleine kans op ongelukken nog verder verkleinen. Concrete maatregelen die Basisnet spoor regelt zijn: het plaatsen van extra automatische treinbeveiliging op locaties waar het vervoer van gevaarlijke stoffen veel voorkomt. Dit verkleint de kans op botsingen aanzienlijk. Het voorkomen dat wagons met brandbare gassen gekoppeld worden aan wagons met brandbare vloeistoffen. Dit verkleint de toch al geringe kans op explosies nog eens extra. Maximaal gebruik van de Betuwe-route in plaats van vervoer door stedelijke gebieden zoals de Randstad. Want de Betuwe-route is geschikt voor vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt grotendeels buiten de bebouwde gebieden. Zo worden andere routes ontlast. Provincies, gemeentes en projectontwikkelaars rekening laten houden met hun bouwplannen. Langs routes met relatief hoge risico's mag niet te dicht bij het spoor worden gebouwd en gelden extra bouwvoorschriften. Laten we eens kijken hoe het zou zijn met de veiligheid in 2020 wanneer Basisnet spoor niet zou zijn ingevoerd. Wanneer Basisnet spoor wel is doorgevoerd, ziet de situatie er zo uit. Een heel verschil. De conclusie. Basisnet zorgt voor een zorgvuldige balans tussen vervoer, ruimte en veiligheid. En dat is van groot belang in een dichtbevolkt land als Nederland, waar zeer veel transport plaatsvindt. Dankzij Basisnet wordt het economisch belang niet gehinderd en wordt de veiligheid van mensen zoveel mogelijk gegarandeerd. Nu en in de toekomst. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Ga
Ga dan naar rijksoverheid.nl.